Hoi Marleen. Leuk dat je er bent. Goedemorgen. Volgens mij werkt alles. Kun je me goed verstaan, Marleen? Hoi Thea, leuk dat je er ook weer bent. Als het lukt. Leuk. En Annette is er ook. Top. Oh, jullie kunnen me ook goed horen. Fijn. Nou, ik had nog even snel koffietje gepakt. Nog even zin in. En de katjes stonden voor de deur te miauwen. Die wilden weer naar binnen. Het zal denk ik al wel een beetje warmer worden. Dus dat was nog net op tijd, want anders moesten ze lekker wachten. Vandaag gaan we een kaartje maken. En natuurlijk in zomers thema voorbij de challenge op onze groep van Angela's Hobby Corner. En misschien hebben jullie hem al eens gemaakt. Want ik denk dat ik hem wel eens ben tegengekomen, maar misschien nog niet. En net bezig in te schudden. Oh, je koffie. Lekker. En het is deze kaart die je met een strik kan openmaken. En dan zijn er verschillende flapjes die je kan openen. En er is ruimte voor twee tags. Een wat kleinere en een wat grotere. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Zijn er mensen die met me mee wilden gaan knutselen? Even kijken wat nou. Even op de computer scrollen. Leuk. Ja, hij is wel grappig, hè? Oh, ik zie dat ik mijn speakbrief hier nog in heb zitten. Met de maten en dingetjes. Die leg ik even uit beeld. Dat is niet zo fraai. Dankjewel. Ja, het is van alles wat, dit papier. Want ik heb een, hoe heet dat? Knipvel van Bella Lulu gebruikt om te versieren. En eigenlijk ben ik aan de hand daarvan een beetje naar de kleuren gaan kijken en mijn designpapiertjes uitgekozen. En deze is bijvoorbeeld zo'n zandprintje, omdat er ook een gnoompje op het strand bij zat. Vond ik dat wel grappig. Maar het is eigenlijk een bij elkaar geraapt rommeltje. En dat ga ik ook bij mijn kaart doen die ik nu met jullie ga maken. Geen kleuren kiezen. Ja, ik had inderdaad ook voor designpapier nog geen maten opgeschreven. Omdat ik dacht van dat is wel. Het is leuk, denk ik, als het elke bladzijde, iedere opening een ander papiertje heeft. Maar dat werd dan weer zo'n ingewikkeld verhaal om dat in de beschrijving te zetten. Dat ik dacht. Laat ik dat maar eventjes bewaren voor in de live. En goed, dat dus. Hoi Leonie, je bent er ook weer bij. Gezellig. Leuk om steeds dezelfde mensen weer terug te zien. Even zien. Ja, dat. Ik leg hem even aan de kant. En dan ga ik het. Kartstok erbij pakken, wat we gingen snijden. En ik heb bij zomerthema toch altijd wel zin in kleur. Dus ik heb ook gekozen voor allemaal verschillende kleuren kartstok. En je kunt natuurlijk prima met alleen maar één kleur doen in de basis, want je kan met designpapier nog lekker in de kleuren schieten. Maar ik vond het ook wel grappig. Ik heb dat dan bij deze met pastelpapier gedaan en dat vond ik wel een leuk effect. En toen dacht ik, dan ga ik nu met de knalkleuren aan de slag. En we hadden voor de ba dit zijn de twee tags. Grappig. De shopping queen, wie is dat? Die heb ik even gemist. Oh, Angelique. Nee hoor, want die zit in de no spend maand, dus die shopt helemaal niks, toch, Angelique?
Dit zijn de twee tags. Die ene was, even mijn spiekbrief er weer bij, 17 centimeter hoog en 10 centimeter breed. En de kleinere was 15 centimeter hoog en 8 centimeter breed. Die leg ik even aan de kant. Die gaan we op het laatst doen. En dan hebben we voor de basis hebben we 3 stukken nodig. Alle 3 zijn ze 13,5 centimeter hoog. Dan hebben we er eentje die is 20 centimeter breed. Goedemorgen Antonia. Eentje die is 22 centimeter breed. En eentje is 24 centimeter breed. Dus ze verspringen steeds 2 centimeter. En we gaan beginnen met rillen van deze stukken. Daar komt mijn bord weer aan. Even mijn mooie button aan de kant. En dan gaan we ze rillen op de lange kant. Dus bij de kleine van 20 centimeter gaat de 20 centimeter kant tegen je liniaal. Ben ik in beeld? Ja, hè? En dan rillen we op 5 centimeter. En aan de andere kant wil ik dat ook. Dus ik draai hem een halve slag. Zodat weer de andere lange kant van 20 centimeter tegen mijn liniaal aan ligt. En dan ril ik weer op 5 centimeter. En dit wil ik precies hetzelfde bij die andere stukken doen. Dus die van 13,5 keer 22 gaat de 22 centimeter rand tegen mijn liniaal. Dan ril ik weer op 5 centimeter. En de andere kant ook. Dus weer een halve slag draaien. En weer op 5 centimeter. En bij de laatste van 13,5 hoog keer 24 centimeter breed. Gaat de 24 centimeter tegen mijn liniaal aan. En weer een rillijn op 5 centimeter. Draai ik hem weer een kwartje. En dan weer 5 centimeter. Zo. Even kijken wat is handig. Ja. Ik denk dat ik ga beginnen. Ja, ik ga beginnen met de grootste. Gaan we even omvouwen. Waar staat de boodschap? In het evenement bij de beschrijvingen, Annette. Ik zet dat eigenlijk altijd in de beschrijving van een evenement. En vorige keer werd het daarna verwijderd. Dus ik zal het straks even kijken of het er nog staat. En anders zet ik het opnieuw in de reacties van het evenement. Dan is het mooi bij elkaar. En dan is denk ik het makkelijkst om het terug te vinden. Ik heb het naar binnen geklapt. En dan ga ik hem eerst even omdraaien. Op de achterkant ga ik eerst het lint plakken. Dus ik pak... even kijken waar had ik mijn tape nou klaargelegd. Oh, hier. Ik heb een mooi oranje lintje. Dat past leuk bij alle andere kleuren. En misschien is het handig als ik eerst even... Want ik wil nog een klein stukje overhouden voor aan de tags. Eerst even kijken hoe groot dat dan ongeveer moet. Doe ik hier een strikje. Iets langer is fijner, denk ik. Ja. Hey Frida, wilde je meeknutselen Frida? Want anders kan ik het nog even opnieuw noemen, maar anders kijk je gezellig mee. Wilt u ze? Ik ga niet iedereen apart boodschappenlijstje sturen hoor lieverd. Ik doe dat gewoon in het evenement onder de reactie en dan kan je dat makkelijk vinden. Is dat goed? Want anders ben ik er zo druk mee. En zo kan iedereen die het naderhand ook nog graag wil vinden, ook terugvinden. Oh goed, Frida, dan ga ik het niet allemaal opnieuw zeggen, oké? Dit lint, dat ga ik hier eerst in het midden op de achterkant plakken. Dus ik ga heel even hier op mijn ongeveer het midden opzoeken. Even zien, de helft van 13,5 is 6 en... 3 kwart. Dus dan zit hier ongeveer het midden. En dan pak ik mijn tapeje. Plak ik daar een randje tape op.
Daar was het ongeveer, toch? Want dan blijft mijn lintje mooi plakken. Ja, dat is ook zo, Frida. Misschien heb jij hem ook al wel heel vaak gemaakt eigenlijk. Want ik denk dat... Ja, ik weet niet of ik hem bij jullie wel eens heb gezien eigenlijk. Maar het is niet zo heel nieuwachtig iets. Eens zien. En dan gaat de lint er natuurlijk mooi op. En dan ga ik hier overheen een designpapiertje plakken. Dan is dat mooi afgewerkt. Komt mijn lint ook niet meer los. Die had ik al voorgesneden. Hier is een stapeltje designpapier. En ik wilde de leuke zonnebrillen. Vind ik wel lekker zomers. Op mijn buitenkant hebben. Dus dat doe ik gewoon lekker met lijm. Die gaat hier overheen. Oh, en misschien willen jullie de maten daarvan wel weten of niet? Kan je dadelijk eens stellen hoeveel plaatjes je ongeveer erin geplakt hebt? Ja, ga ik doen. Maar ik ga even de maten, want anders gooi ik alles door elkaar. Waar had ik mijn liniaal gelaten? Volgens mij 13 hoog. Ja. En 13,5 als ik me niet vergis. Ja, 13,5 breed is dit designpapier voor de achterkant. En dan plaatjes tellen voor Marleen. Mijn dochter vond dat er te weinig op zat, maar dat knipvel dat had gewoon niet meer. Dus ja, je kunt er natuurlijk nog veel meer op plakken als dat ik gedaan heb. Maar aan grotere plaatjes bedoel je dat? Want dit zijn allemaal kleine, die heb ik een beetje geclusterd. Wil je die ook weten of alleen maar de grotere plaatjes? Want daar begin ik vast mee te tellen dan. 1, 2, 3, 4. Dit is weer een kleintje. 5. En hierop had ik er nog één over. Dat was 6. 6 gnomes heb ik. En dan heb ik ja, de tekstjes en een beetje kleine plaatjes er rondomheen geplakt. En de hoogte. Ja, dat maakt niet zoveel uit natuurlijk. Want als het plaatje hoger is dan dit, dan is dat niet erg. Of niet dan dit hele plaatje natuurlijk. Maar je ziet dat er heel veel ruimte over is. Dus als je plaatje hoger is, is het niet zo erg. En ze zijn ongeveer, oh, ze zijn ongeveer 6. Ja, en qua breedte dan is het misschien wel interessanter, want deze raampjes, of deze vakjes, zijn natuurlijk maar 5 centimeter. En dan is het mooi als het daar een beetje binnen valt. Dus 6 keer 5 ongeveer. Ik denk dat je dat bedoelt. Maar ik had maar één knipvel, want deze had ik gekregen van Angelique. En of wie dat leuk vindt, ik heb nog wel even opgeschreven. Het is van Bella Lulu en het heet Zonnestralen. Ik had gezien, dit kun je kopen bij Noor en zo. En dat, dat verkopen ze nog steeds. Dus misschien als je denkt, oh die zijn leuk. Hoe heet dat vel? Dat is Zonnestralen. Goed, ik had hier de achterkant van beplakt. Met een stuk van 13 hoog en 13,5 breed. En dan wil ik datzelfde papier hier op de voorkant hebben. Dit is het eerste wat je ziet. En dat zijn twee stukken van 4,5 keer 13 hoog. Dus die ga ik hier op plakken. Zo. Oh, jij ook. Angelique is ook zo gek van gnomes. Grappig is dat. Maar er zijn echt ontzettend veel. Ik dacht eerst dat is alleen maar met kerst. Maar je ziet in alle, ja, je kan ze in allerlei varianten vinden. Hè? Dat is wel leuk. Inderdaad. Voor ieder thema hebben ze wel leuke gnomes. Ook met Pasen, met konijnenoortjes door de muts heen en zo. Ik vind ze ook wel grappig.
Goed, dit was het begin. Dan gaan we het stuk van 22 centimeter pakken. En die komt strakjes hier aan de binnenkant. Vouw ik weer die 5 centimeter rillijnen naar binnen. Zo. En deze komt zo meteen hierin te liggen. Dan heb je een centimeter aan rillijn over. En daar doe ik niks mee. Je kunt daar ook nog een mat onder plakken. Maar daar zie je dan uiteindelijk maar een half centimetertje van. Misschien ietsjes meer. Maar dat vind ik eigenlijk jammer. En omdat ik dat leuk gekleurde papier vind ik niet lelijk. Dus ik denk dat houd ik gewoon zo. En dan gaan we hier. Ik heb dat dan gedaan hier, hier, hier en hier. Dezelfde designpapiertjes plakken. Ik heb daarvoor deze. Ik heb geprobeerd om een beetje in de knalkleuren mijn designpapier uit te zoeken. En deze zijn ook alle vier. 4,5 breed keer 13 centimeter hoog. Dus die ga ik nu eerst opplakken. En ik laat nog heel even dat oranje stuk los. Omdat ik zo meteen daar nog even iets mee moet doen. Of wil doen. Dus eerst die vier stukjes van 4,5 centimeter breed. Keer 13 centimeter hoog erop. En ik heb dus niet, omdat ik maar één velletje had van die gnomes, heb ik dat nu niet voor elkaar. Heb ik nog geen plaatjes voor elkaar. Maar ik heb nog wel leuke stansjes. Maar dat zijn van die stansjes die je in elkaar moet zetten. Die hebben jullie misschien al wel gezien op mijn cadeaudoosje die ik laatst ter inspiratie, volgens mij heb ik daarmee geopend. Lekkere kleurtjes hè, Antonia? Ik vind altijd bij zomer lekkere kleurtjes wel passen. Ik heb altijd zin in kleur. Ook met mijn kleren en zo. Dat vind ik altijd leuk. Ik hou sowieso wel van kleur in mijn kleding. Maar in de zomer dan moet het ook even lekker echte kleurtjes zijn. Geen gematteerde of zo. Dat vind ik dan altijd bij passen gewoon lekker. Ja. Dus dit. En dan ga ik die weer openleggen. En dan had ik hier mijn groene, de kleinste van 20 centimeter keer 13. Ja, nee, 13,5 bedoel ik, sorry. En die vouw ik ook weer naar binnen. En deze sluit dan mooi aan. Dus dit is echt een mooie dichte. En die komt hier straks op mijn oranje variant. Maar dan ga ik ook weer eerst even designpapier plakken. Ik had nog een lekker citroenpapiertje gevonden. Vind ik ook wel lekker bij de zomer passen. Een lekker citroenijsje of een citroensapje. Maar ik wil hem zo meteen dus gaan versieren met leuke stansen. Want ik heb nog allerlei leuke stansen. Ook ijsjes en dat soort dingen. Maar dat heb ik dus nog niet voor elkaar. Dus dat ga ik straks doen als jullie weer weg zijn. Oh, heb jij dat gedaan, Angelique? Dat is echt super lief. Zo, dus weer vier stukjes van 4,5 centimeter breed keer 13 centimeter hoog. Uiteindelijk heb je dus 12 stukjes nodig. 12 stukjes designpapier van die maat van 4,5 keer 13. Omdat je dus 6 flapjes van de voor- en de achterkant gaat beplakken. En die 12 stuks is, even kijken, volgens mij 2 keer 4 dezelfde. En 2 keer 2 dezelfde. Als je tenminste het net als ik leuk vindt om iedere bladzijde een ander. Dat is lief. om elke bladzijde weer wat anders, zeg maar, te zien. Even nadenken. Ja, deze moet straks ook weer hier opkomen.
Maar dat bewaar ik ook nog even voor later. Dan ga ik nu nog even de binnenkant beplakken met designpapier. En dat wordt natuurlijk één stukje wat wat groter is. We hebben twee stukjes die weer 4,5 keer, noem het eens, 13 is. En één stukje wat hier in het midden komt, dat wordt 9,5 keer 13. Ik ga eerst even die lange smalle opplakken. Want ik had wel iets anders bedacht voor de binnenkant dan in mijn voorbeeldkaart. En dat kan ik nu al wel leuk met jullie doen. De beschrijving staat nu in het evenement, Antonia. En als hij straks verdwenen is, zet ik hem opnieuw in de reacties van het evenement. Want de beschrijving, dat is nieuw volgens mij, maar die... die verdwijnt als ik de live heb gegeven. Tenminste, dat was de laatste paar keer het geval. En, en de live komt ook weer op YouTube. En ook in de beschrijving van mijn YouTube kanaal. Van het filmpje, zeg maar. Zal ik hem ook weer erin plakken. Dat is altijd wel makkelijk. Dan is het mooi bij elkaar. Het filmpje en de beschrijving. Die zet ik alvast vast. En al had ik bedacht dat ik hier in het midden wel leuk vond om een shaker te maken. En dan denk ik, nou, shaker heeft vaak wat dikte. Maar ik wilde het proberen met zo'n klein zakje. Dat ik dan dat hier vastmaak. Dit zijn, ik heb ook nog zo'n pakketje. Dit heb ik gevonden bij de Solo. En... er zitten er 30 in en ze zijn, als ik me niet vergis, zie ik nou een gaatje, zit er nou een gaatje in? Oh nee, dat is alleen in de folie aan de buitenkant. Even zien, die zijn 7,5 breed en het zakje, de inhoud zeg maar 10,5 hoog. En dan dacht ik, als ik die nou leuk ga vullen met de shaker, met shaker dingetjes, en dan hem hier zo op plak of... Ik vind ook altijd wel leuk naai. Dan heb je een leuke verrassing in het midden. Dus dat wil ik eigenlijk gaan proberen. Ik ga eerst even dat plakding eraf halen, denk ik. Ja, dat ga ik even afsnijden. Is die hoogte goed? Ja. Dus je hebt, als je zo'n zakje hebt, dan heb je zeg maar hier zo de ingang. Kunnen jullie dat zien? Weet je wel, hè, in het, met het licht. Hier zo die ingang. Daar ga ik even dit eraf snijden. Dat heb ik dan even niet nodig. Dat kan in de prullenbak. En ik ga hem denk ik maar meteen op mijn designpapier vaststikken. Maar als je dus geen... geen naaimachine hebt, dan kan je dat dus met dubbelzijdig tape doen aan de achterkant. Dan ga ik nu alleen even een klein stukje doen dat hij niet gaat schuiven, dat hij mooi recht blijft liggen onder de naaimachine. Dankjewel Agnes, leuk dat je er ook bent. Goedemorgen Tamara, beetje laat, dat geeft niks, ik ben wel al een eindje op weg. Maar je kunt hem altijd terugkijken. Het is gezellig dat je er bent. Even zien. Een beetje in het midden. En dan ga ik heel even hier uit beeld naar mijn naaimachine. En dan ga ik hem hier even stikken op mijn designpapiertje. Dan zit hij mooi vast. Zoals jullie allemaal gekke geluidjes horen. Dan ben ik achter mijn naaimachine. Ik weet niet of je me nog kunt horen. De onderkant en de zijkanten die stikken vast.
Zo, ben ik weer. Het hoeft niet per se met de naaimachine hoor. Dan kan je natuurlijk ook gewoon lekker zo'n zakje met dubbelzijdig tape erop plakken. En als je er dan nog te veel dat tape doorheen ziet, dan zou je zelfs een framepje of met washi tape zo hier overheen weg kunnen werken. En dan, nu heb ik dus hier de zijkanten dichtgestikt met gouden draad en hieronder. En dan zit hier nog open. En daar ga ik dan mijn schutdingetjes in doen. Even de ingang goed. En als ik dat gedaan heb, stik ik hem daar weer dicht. En als je dat dus niet met de naaimachine kunt doen, omdat je die gewoon niet hebt, dan plak je daar een, hoe noemt het? Een dubbelzijdig tapeje aan de binnenkant. Ik had een pakje van de Diamond Print. Leek me wel handig om het dan zo erin te schudden straks. En ik heb wat schutspulletjes bij elkaar al uitgezocht. Een beetje in die kleuren van de kartstok weer. En deze zit nog dicht. Ik heb een paar vlindertjes. Wilde ik gebruiken. Dan hoef ik er niet zoveel, want die zijn wel groot. Kan je eens inzoomen op wat wil je graag ingezoomd hebben. Ook vergeet mijn koffie helemaal te drinken. Even kijken, volgens mij heb ik ergens dubbelzijdig tape gezien, speciaal voor Micabelle. Oh, dat weet ik niet, dat ken ik niet, Tamara. Maar het zou maar zo kunnen dat dat bestaat. Die naairand. Oh, oké. Okay. Maar ik doe niet echt inzoomen, ik til het even op. Goed, want dat is wat makkelijker. Kan je het zo goed zien? Ik moet een beetje stil blijven zitten, hè? Met de gewiebel. Kunnen jullie het voldoende zien zo? Ik denk het wel, hè? Als ik meekijk op mijn scherm, dan is het best wel goed te zien. Leuk, misschien kan je het dan inderdaad op de groep plaatsen als je dat gevonden hebt, Tamara. Dat is wel leuk. Heb je ook een naaimachine, Marleen? Ik had ook nog... Dat zijn eigenlijk nageldingetjes, maar dat zijn kiwischijfjes. Die wilde ik erin doen. Vind dat, stelt die scherp. Kiwischijfjes, die doen ze blijkbaar ook onder de nagellak. Maar ik dacht, dat zijn leuke kleine schutdingetjes. Oh, weet je wat ik trouwens, ik zag laatst bij, hoe heet die winkel nou toch? Big Bazaar. Daar hebben ze kleine naaimachientjes voor weinig. En ik denk niet dat je daar per se super, als je er kleding mee wil maken, dat het dan ietsjes te zwak is. Maar ik denk voor papierknutselen, dacht ik, kan je daar volgens mij wel heel leuk... ja, want het hoeft niet, als je dan een wat dikkere naald, op de markt bijvoorbeeld een jeansnaald, die zijn lekker wat dikker, wat steviger. Daar kan je goed ook door je kartstok en zo mee. Ik denk dat dat prima machientjes zijn. Ik heb ook heel veel kleertjes genaaid, ook voor mijn kinderen en zo. Dus ik heb gewoon een naaimachine. Maar als je die niet hebt, en verder is dat natuurlijk... Ik weet de prijs, weet ik niet meer. Maar is dat misschien wel een heel leuk alternatief? Ik heb er nog even wat pailletten, lichtroze en knalroze in gedaan. En dan had ik ook dit potje nog. En daar zitten ook allemaal die kleurtjes in die in mijn kartstok voorkomen. Dus ik wilde nog een klein beetje blauw. En ik vind geel in zomerdingen ook onmisbaar. Dus daar moet even flink geel in. Dat zijn sterretjes. Dit potje heb ik trouwens ook bij Big Bazaar gekocht. Het is van Craft Sensations. En de, ja, zit dus lekker vol. Zal ik ook nog een beetje groen, want ik heb nog niet groen toegevoegd. Oh, en ik heb de groen ook nog nooit gebruikt. Dus dan ga ik even proberen. Misschien is dat niet zo goed voor mijn schaar.
Even een pen pakken om hem door te duwen. Heb ik in de gauwigheid een pen gepakt met een zachte bovenkant. Nou, kijk of het lukt. Ja. De zachte bovenkant is kapot. Maar mijn potje is open. Daar ging het me om, hè? Oh, de deurbel gaat. Jammer dan. Ik ben bezig. Ja, die pen is inderdaad kapot. Maar liever dan mijn schaar. Dat maakt niet uit. Goed, ik ga nu dus dit hier proberen in te gooien. Ja, dat werkt best goed met zo'n diamond paint ding. Kijk. Nice. En dan ga ik het hierboven even dichtstikken. Zo weer terug. Even een beetje mixen. Vlinders blijven een beetje aan elkaar hangen. Dat is een beetje jammer. Ik had gehoopt dat ze leuk een beetje zouden loskomen van elkaar. Ah, het begint. Nou ja, maakt niet uit. Even de draadjes bijknippen. Vandaag komt mijn pakket. Je pakket met... ook. Ik ben benieuwd wat voor pakket jullie krijgen in de no spend maand. Nee hoor, grapje jongens. Zo, en dan ga ik nu met schutzakje en al hem hier mooi opplakken. Oh, heb je die besteld? Leuk. Die had Francis gebruikt, hè? Zo mooi. Zo, en dan gaat hij zo erop. Kijk. En dan kan ik het straks nog een beetje, ga ik het nog een beetje versieren met wat bloemen eromheen. Natuurlijk een beetje leuker maken. Maar ik dacht dat is wel een leuke verrassing. Zo, als je dan al die laagjes openmaakt en in het midden heb je dan zo ineens een gezellig schutje. Ja. Goed, dan gaan we weer verder. En dan gaan we naar de achterkant van deze kleine. En dan gaan we wat tape op doen. Waar heeft die dunne die ik net in mijn handen had? Oh, hier. Ik ga het met het dunste tapeje doen. Deze is... Even spieken. Dankjewel. Die is 6 mm van mij. En die ga ik hier... aan de zijkanten opplakken en hier onder in het midden. Dus op drie kanten komt een beetje tape. En dan zo dicht mogelijk langs de rand. Want dan hou je voldoende ruimte over voor je tekst straks in te stoppen. Hier ook langs de vouwlijn. Niet erop, maar echt mooi erlangs. Zo. En dan ga ik even kijken mijn tag. Dat wordt de kleinste tag. Even checken. Maar zie, hij heeft overal mooi een beetje ruimte. Dus dat is goed gegaan. Zo kan je hem even checken. Als je nou dat toch iets te veel naar binnen hebt geplakt, dan kan je er altijd nog even een klein randje afhalen. Maar dit gaat goed komen zo. En ik doe heel even die aan de kant. Of nou moet ik hem heel netjes
plakken in het midden van die oranje. Van het middelste maatje is dat ook. Ik vouw hem even dicht, want ik denk dat ik dat dan het beste, dat me dan het beste lukt. Mooi gelijk met de onderrand. En dan op het oog probeerde ik dat dit ongeveer een centimeter, dat dat hetzelfde is. Zo. En dan had ik, eerst mijn voorbeeld, heb ik door deze twee lagen, deze middelste en de kleinste, zeg maar, heb ik een notch geknipt. Omdat ik dat, ik dacht dan is het makkelijker om je tag. Nou moet ik zeggen dat de bovenste blijft nog een beetje lastig. Maar deze kan je dan wat makkelijker tussen de achterste en de voorste zo erin steken. Ja, en deze moet je toch een klein beetje friemelen. Maar misschien hebben jullie wel weer een tip voor mij. Hoe dit dan makkelijker kan. Want in notch helpt natuurlijk. Maar ja, ik dacht eerst zal ik ze dan niet recht boven elkaar. Maar dat leek me dan weer lelijk eigenlijk. Dus nou moet je toch met die laatste, met die kleine, toch een beetje friemelen om het ertussen te krijgen. Maar als iemand daar een goed idee voor heeft, waar ik dan weer niet aan denk, roep hem, hè. Want ik vind dat leuk als ik wel ook wat kan leren van jullie. Maar ik ga het nu dan nog maar eventjes zo doen als in die andere. Al heb ik daarvoor mijn notch laten liggen. Ik zeg heel chic notch, maar ik heb gewoon een cirkel, hè. En die ga ik dan in het midden. Dit is 10 centimeter, dus hier zo is het midden. Bij dat roze lijntje. En dan knip ik door beide lagen een stukje eruit. Oh, hier is die andere. Ik wou zeggen, waar is die nou? Dus op die manier. En nou ga ik weer even dit mooi dichtmaken. En naar de achterkant van mijn oranje. De middelste maat. En daar plak ik weer zo'n randje tape onder. En aan de beide zijkanten ook een tapeje. En dat komt dan in het midden van de grootste. Die zou deze met 1 mm. Ja, dat kan ook. Dan heb je natuurlijk meer ruimte om te schuiven. Dan loop je niet zo te duwen net als ik net had gedaan, hè? Ja, dat kan altijd. Dan snij je hem 0,5 centimeter af. Dan heb je ook meer ruimte inderdaad, Thea. Ligt misschien ook aan hoe breed je tapeje is. Maar dat zou misschien het wel een stukje makkelijker maken, inderdaad. Deze moet dan weer mooi in het midden van die grootste komen. Dus weer gelijk aan de onderrand. En dan proberen ongeveer een centimeter aan beide kanten zichtbaar te houden. Zo. Dan is dit alvast klaar. Ja, of foamtape. Is dat dan 1 millimeter dik, bedoelen jullie toch? Dat het, dan heeft het natuurlijk wat hoogte en dan schuift het ook makkelijker, hè? Dat is wel waar. En bestaat dat dan ook zo smal eigenlijk? Dat je zeg maar zo 5, 6 millimeter... dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien, maar misschien bestaat dat gewoon. En anders moet je dat zelf bijknippen, maar dat wordt altijd met een beetje meer... Bij mij althans wonky. Dus als je dat kan kopen, dan is dat net wat strakker, hè? Er zijn strips. Oh, oké. Okay. Oh, net zoals je die kleine vierkantjes hebt. Maar dan op zo bedoel je dat?
Oh, oké. Okay. Ja, dat kan het, Thea, maar ik ben daar zo niet zo goed in. In heel mooi recht knippen, omdat dat dan ook zo plakt. Ja, dat is leuk, hè, Tamara. Dat zat in een oud blok van Craft Sensations. Met allemaal, noemden het volgens mij watercolor. Dus er was ook heel veel niet zomers. Maar deze was wel zo zomers. En ik vond hem, het was inderdaad favorietje. Dus die wilde ik dan heel graag op de buitenkant hebben. Ik ga nou even mijn tekst nog maken. Ik heb daarvoor weer twee verschillende designpapiertjes uitgekozen om ze te matten. En dan wil ik graag de hoeken dan echt in een tekvorm. Dus daarvoor doe ik dan, leg ik die papiertjes gelijk en dan doe ik een beetje op gevoel de eerste knip. En dan leg ik daarna naar de andere hoek en dan pak ik een van mijn kleine hoekjes. Want dat vind ik dan mooi als er natuurlijk wel dezelfde hoek is. En die leg ik er dan eigenlijk op als gids en dan knip ik daar zo langs. Dus als ik geen... kan natuurlijk ook met een mooie stans, maar die had ik niet in de goede maat. Dus dan doe ik dat meestal zo. Dan krijg je gewoon zo'n basic tagvorm. En dan om een mooi gelijk te krijgen doe ik dat altijd op deze manier. Dus ik pak nu weer hetzelfde, zo'nzelfde stukje. En die gebruik ik dan als gids om dezelfde hoek te knippen. Ik ben toch zo slim, Angelique. Och, och, och. Ik sta er zelf versteld van. Nee, flauwekul. Heb ik gewoon gespiekt. Dit heb ik gewoon bij iemand op YouTube gezien. Dat heb ik niet eens zelf bedacht. Zoals zoveel dingen trouwens. Zo. En dan kunnen we ze mooi zo even opplakken. Ik weet ineens weer, Annette, van wie ik dat heb. Van Barbara van 49 Dragonflies. Kijk jij daar ook naar? Dat is meer van de junk journals en zo. Een YouTube kanaal. Dat vind ik een hele leuke. Niet altijd, maar ze heeft wel hele leuke dingetjes. Zo. Ja, precies. Ik denk altijd van, nou, ik heb echt niet dat ik het zelf heb verzonnen, maar ik deel het toch graag wat ik weer heb ontdekt. Want misschien, ja, kennen jullie het allemaal al? Zijn dat foefjes, die zijn al eeuwen oud. Maar misschien nog niet. Ik heb het ook een keer voor het eerst gezien bij iemand. En dan, dan kan ik het mooi delen, toch? Zo. Oh, soms. Ja, ik kijk ook niet altijd alles hoor, maar... Dat kan ook niet, want dan hebben we geen tijd meer om te knutselen. En dat hebben we al zo weinig, toch? Vinden wij altijd. Goed, ja, ik vind het dan altijd leuk om ook zo'n... ja, volgens mij noemen ze dat hole reinforcer. Ik maak dat gewoon van een kleine cirkelpons. Of met een kleine cirkelpons. Kies ik nou een kleurtje uit die weer afwijkt. Misschien een gele. Want ik heb ook al een oranje lintje. Ik dacht even oranje maar. En die plak ik dan gewoon zo in het midden. Leuk. Ik vind het ook heel leuk om te doen. En als er maar al één iemand er wat aan heeft. Dan geeft dat al genoeg voldoening. Ik vind het zo gezellig. En nou ja. Ik vind het ook niet meer eng. In het begin wel. Maar toen vond ik het vreselijk eng. Maar ik ben er een beetje doorheen. Even zien. Beetje het midden. Is daar, denk ik. Pak ik die op. En dan heb ik even mijn... Ik zit te klodderen. Crocodile nodig. Iets om een gaatje te maken. Dat kan ook. Ja. Weet je wat ik daar alleen altijd een beetje lastiger van vind? Dan is dat gaatje niet hetzelfde even groot als dit ding. En dan vind ik dat altijd een beetje irritant dat dat niet hetzelfde is. Dus.
mijn rondje. Ja, dat staat er niet op. Dat is inderdaad, bij die grotere staat het er altijd op. Ik kan hem wel proberen te meten. Ik denk dat het in inches is, want het is iets van 1,6. Zal ik eens op de reelbord kijken hoeveel inch dat is? 1,6. Oh, dat weet ik ook niet. Dat is een raar streepje. 1,6 is, denk ik, 1, 2, 3, 4, 5 achtste of zo in. Op YouTube. Uit Engeland is ook een naam die de leuk. Oh, leuk. Hoe heet de, leuk Tamara, hoe heet de, het kanaal? Want dan kunnen we daar misschien ook allemaal eens snuffelen. Altijd leuk. Om iets wat nieuws te ontdekken. Ik doe altijd even zo een beetje het midden opzoeken. Omdat ik dat anders een beetje moeilijk vind. Dan zit ik er vaak net naast. Dan vind ik dat minder strak uitzien. Dus ik knip dan een gaatje waar ik het stipje had gezet. Dat stipje zie je dan niet meer. Want die heb ik dan weggeknipt. Zo. Oh, grappig. Die denken, oh, die zitten maar in die telefoon. Wat is dat toch? Dat is natuurlijk een beetje vreemd. Ik had nog een klein stukje van mijn lint overgehouden. En die heb ik door de midden geknipt. Die haal ik hier doorheen. En dan heb ik een stukje garen. En die ga ik daar omheen. Mixed Up Crafters van Samantha. Oké. Nou, even onthouden. Ik denk dat me dat niet lukt. Ik ga dat even opschrijven. Oh. Mixed Up Crafters. Wat is de naam? Samantha Calcott. Leuk. Ik ga dat eens even opzoeken. Dankjewel. Krijg je een mail van haar? Die gaat dan wat professioneler waarschijnlijk dan ik. Ik had dus stukjes garen. Wat dik of wat dun katoen is dat. En dan strik ik dat zo om de aanzet. Dan zit mijn lintje zit vast. En dan heb ik nog een gezellig klein strikje. Kijken of me dat zo lukt, want ik doe dat normaal helemaal niet chic, maar ik doe dat dan altijd zo even tussen mijn lippen, dit stukje. En dan strik ik het vast. Dat is niet zo, ik ga dat zo doen, want anders krijg ik het niet voor elkaar. Zo. Chic, hè? Niet echt. Zit die nog vast? Nee, ik zat ernaast. Met de pincet. Oh, ja. Kan ook. Ik heb er niet op gezabbeld hoor. Ik doe het met, hoe zeg je dat? Droge lippen. Zie, als ik het zonder doe, dan lukt het me niet. Plak je dat dan zo hier op, Agnes? Ja, nee, ik ga echt niet met mijn gezicht onder de camera hangen. Dit is geen Purim. Ik ga het zo wel proberen. Hatje. Kijk, ik kan het ook zonder. En dan een lekker klein strikje erin. En dan piept dat zo leuk boven de kaart uit. Dat ziet er wel gezellig uit, toch? Hier nog een strikje. Nou, hebben jullie dat niet? Dat soort dingen dat je dan dat doet? Dat je dan tijdens het knutselen doet, dat je denkt, oh, het is maar goed dat niemand dat ziet. Want dat is niet zo vrij. Ben ik de enige die met dat soort oplossingen knutsel. Of met de paarse tape. En plak je dat dan hier zo op je mat eventjes vast? Denk het wel, hè? Dat is op zich wel een idee. Maar ja, moet ik mijn paarse tape verzoeken? Daar had ik me niet op voorbereid. Goed.
kleine tekje die gaat hier achter dat shaker dingetje. Dat gedeelte van de shaker. Hoppa. En die grote tek die gaat hier achterin. En die gaan we dan natuurlijk ook nog wel leuk versieren, maar dat doe ik dan later. Maar zo heb ik hem dus gemaakt. Oh, zit jij altijd lekker te kletsen, Marleen, tegen jezelf. Dat heb ik nooit zo. Maar dan, dat is wel handig, want dan weten de kinderen en Tim altijd meteen, oh, als ze zitten kletsen, dan maken ze weer een video. Dus dan laten ze me altijd heel braaf met rust en dan gaan ze altijd heel zachtjes lopen. Dat is heel lief. Nou, leuk dat jullie allemaal hebben meegekeken. Het was weer gezellig. En ja, als jullie er ook eentje hebben gemaakt, laat hem me vooral zien op de groep. En als je hem dan ook in zomerthema maakt, dan zou ik hem plaatsen in het albumpje van de challenge. Want wie weet win jij dan wel de leuke prijs van Angela. Ga lekker allemaal genieten van het zonnetje. Misschien nog een beetje knutselen. En dan zien we elkaar over een de volgende keer. Ik weet even niet uit mijn hoofd wanneer. Oké. Dankjewel allemaal. Tot de volgende keer. Doei doei.